Kuipers is de scheidsrechter vanmiddag in het stadion. De beste van Nederland die komende zomer ook op het EK actief zal zijn. Sander van Roekel en Erwin Zijnstra als assistenten langs de lijnen. De vierde official is Mario Dix. En de vijfde en zesde official Paul van Boekel en Richard Liesveld. Collega van Eerstel kijkt nog even of we de monitor op de perstribune aan de praat kunnen krijgen. Anders gaan we het gewoon op onze eigen vertrouwde waarneming doen. In toch alweer de 16e bekerfinale van Feyenoord. 11 zegens werden er geboekt. De eerste in 1930. Feyenoord Excelsior eindigde toen in 1-0. En de laatste zegen in het bekertoernooi in 2008 toen Roda werd verslagen. Met de 2-0 in Utrecht in de zesde finale ooit. Onder meer een zegen in 1985 tegen Helmond Sport. En natuurlijk tegen Feyenoord in 2003 toen een jonge Dirk Kuyt aan het begin van zijn carrière stond. De muziek gaat anders klinken. Daar zijn de elftallen van Feyenoord en Utrecht voor hopelijk een geweldige bekerfinale. Uiteraard in dit stadion niet het hand in hand, kameraden, want het is officieel neutraal terrein. Het is KNVB-terrein, wel een prachtige sfeer hier, zeg. Grote spandoeken aan beide kanten, rood-witte vlaggen, groen-witte vlag aan de kant van Feyenoord. Een heel grote witte banner met Feyenoord Cupfighters, terwijl de stoom langs die tunnel blaast en de spelers naar buiten komen. Ook een groot spandoek van FC Utrecht met die kabouter die we in de graffiti-oorlog de laatste weken zo vaak hebben gezien. Met de beker in zijn handen. Ja, dat gaat aan het eind van vanavond niet het geval zijn. Die beker blijft in de Kuip. Feyenoord gaat een hoofdprijs pakken. Daar rekenen wij op. Daar hopen we op de 12e keer dat Feyenoord die bekers. Bijna bij Kramer. Nee, Utrecht kan verdedigen met Letje. Het komt er nu toch goed uit hoor, met Koem aan de linkerkant van het veld. Bal naar voren naar Haller. Haller met in zijn rug daar natuurlijk Van Beek. Komt de bal weer terug in de Utrecht-verdediging bij Letje terecht. En Toornstra loopt daar door. De bal naar Lewin, net buiten het eigen 16 meter gebied. Lewin verder naar rechts met zijn linkerbeen de paas naar Van der Marel tegen Eliaan. Dit kan misschien gevaarlijk worden, Van der Marel. Dit is gelijk aan begin. Verkeerd op Kramer. Kramer! Hij schiet hem naast! Hij schiet hem naast, die Kramer! Wat doet hij nou, die longen? Wat doet hij nou? Waarom profiteert hij niet van die grote fout van Van der Marel? Die onzeker begint. Oh, wat een kans, wat een kans. Oh, wat een kans. Ja, wat Van der Marel schiet de... Terug, weer slecht hoor. Zo in de voeten van Toornstra. Die geeft hem aan Kuyt. Die laat hem lopen voor Vilena. Dit is wel aardig. Nou, diepte zoeken Elia. De Elia krijgt de bal ook in de voeten. Aljo Elia moet ik zeggen. Neemt de bal aan. Met Van der Marel en Lewin tegenover zich. Gaat weer naar binnen. Legt de bal dan helemaal breed op Karstop. Haal een keertje uit. Karstop, haal uit jongen. Deed de combinatie met Kuyt. Kuyt in het 16 meter gebied geeft hem voor. Kopbal van Kramer. Ja! Michiel Kramer mist de kans. En kopt hem binnen. Hij wordt gek. Kramertje met de 1-0! Tergend langzaam gaat hij naar de hoek. Tergend langzaam. Maar Bert Narek is te laat. Helemaal te laat. Dus 1-0. Haha! Hij verkijkt zich, die keeper. Hij is te laat. Hij is gewoon te laat met die actie. Ja, het is Karstorp die opstoomt en dan denk je, haal ik je uit, haal ik je uit. Hij geeft die steekbal op Kuyt en die legt hem zo op het hoofd van Kramer. Ook Peter Hoopman zegt het, en in het uiterste benedenhoekie passeert die Bednarek. En Feyenoord, 3 minuten voor de rust, op voorsprong. Geeft hem voor met zijn linkerbal, verdedigd door Utrecht. Elamaan die pikt op. Oh, die raakt hem kwijt. Utrecht met de counter. Utrecht met de counter, met Strieder volgens mij. Strieder inderdaad aan de bal, wil Baraziet aanspelen, maar trapt hem weer wat lomp tegen Congolo aan. En het slaat nu even om hoor, Feyenoord nu even de bovenliggende partij. Elia opnieuw met de actie, wil Vilena aan de diepte aanspelen, maar levert zomaar in bij Lewin. In paniek trapt Lewin de bal weer over de zijlijn. Ja, zo zie je maar, het kan ook zomaar met dat opportunspel ook weer zomaar omslaan in dit stadion. Inworp Feyenoord is genomen, Elia weer met de bewegingen, probeert de achterlijn te halen. Nee, trekt toch naar binnen, toen wordt dan op de hakken gelopen, ja, toch? Ja, vrije trap. Randje 16 meter gebied, links van het doelgebied, Ludwig de dader. Geen kaart nu van Kuipers. En Elia, ja, daar toch in kort tijdsbestek toch opeens twee acties die wel lukken. En Ludwig tikte nog op de hakken, daarom die vrije trap. Kan dit het bepalende moment zijn van deze spannende finale? Het zou wat zijn, zeg. Links van het 16 meter gebied mag Toornstra aanleggen voor een vrije trap. De bal ligt helemaal net buiten het 16 meter gebied. Een meter of 12, 13 van de achterlijn schat ik in. Loopt iemand er tegenaan? Misschien Bottergien wel, die scoorde bij Roda.
in dit seizoen, in een uitwedstrijd. Daar is Toornstra, die wacht eventjes, die muur op de vijfde afstand. De spree heeft zijn werk gedaan. Daar is Toornstra met de vrije trap. Hij schiet hem in één keer. En de keeper Bedrek komt de bal de lucht in, of trapt de bal de lucht in. Hij mist hem. Bontegien, bal van de lijn gehaald. Bal van de lijn gehaald. Die is het van Bontegien. Bijna scoort hij. Dan Vilena aan die wel met Haller. Elma die pikt hem op, goed gedaan. Dan de bal naar rechts, naar die Eekhuis. Een paasje van rechtsback Karsdorp. Kuit geeft de bal weer voor. Bal wordt de lucht ingekopt. Waar blijft die bal nu? Nu kan Utrecht eruit komen met Ramselaar. Het is spannend, maar Vilena pikt hem op. Vilena. Goed gedaan hoor. Toornstra dan naar Kramer. Kramer weer terug naar Toornstra. Die gaat schieten. Oh! Recht op bed naar Rekhoff. Ja, nu echt een fase dat het Feyenoord beter is. Dat Feyenoord ook kansen gaat krijgen. Wat is Bottergien in de net dichtbij. Uit die vrije trap van Toornstra. Die keeper heel gek verwerkt. Die wil hem volgens mij overboksen. Maar dan blijft hij binnen. En bijna kan Bottergien profiteren. Hij kopt hem van de lijn. Gehaald dus overdreven. Is vier meter voor de lijn. Sorry. Er zit nog 4-5 meter tussen. Maar goed, we zijn eigen helft. De weg is dus nog lang. Maar gaat buiten nog bij Van der Marel. Nu is die weg niet zo lang meer. Kapt weer naar binnen toe. Elia, prima actie. Gaat schieten. Oh, ja! Yeah! Waar alles samenkomt. El Giro Elia. Misschien wel met de bevrijdende 2-1. Misschien wel met de winnende 2-1. Ja, hij rent Van der Marel eruit. Fantastische kapbeweging van die Elia. Dan het schot in de korte hoek op de binnenkant van de paal. En via de kont, via de kont van Bednarek gaat hij erin. Wat een fout van die keeper. Via een Poolse reet gaat die bal erin. Via een Poolse reet. Erin komen. Dat lijkt me toch de meest logische wissel. Kan het nog niet goed zien tegen de zon in. Wie zich daar nu klaarmaakt om erin te komen. Maar Kramer gaat er in ieder geval uit. En Feyenoord krijgt eerst nog een vrije trap. Even met 10 man. De nette overtreding van Letschert op Kuit. En Feyenoord wacht even met het nemen van die vrije trap. Maar de wisselspeler staat nog niet klaar. Dus hij moet echt genomen worden nu. Feyenoord dus even met 10 man. Kramer gaat het nog een keer proberen. Als Karsdorp de bal diep speelt. Rechterkant van het veld. Ter hoogte van de achterlijn. Tony Vilena bij de cornervlag sleept er een inworp uit. Wie gaat er inkomen bij Feyenoord? Volgens mij staat daar, wie is het? Bilal volgens mij klaar. Ja. Nou, dat zou Kuit misschien de spits kunnen gaan spelen. Toornstra op 10 en Bilal rechts voorin. Om maar gelijk met een tactische oplossing te komen voor Van Bronckhorst. We denken graag met u mee, zullen we maar zeggen. Daar is de wissel bij Feyenoord. Kramer gaat eraf, jawel. Michiel Kramer. Hij maakt het 1-0. Applaus van het grootste gedeelte van de fans in dit stadion. Hij maakt een heel belangrijke goal op aangeven van Dirk Kuyt. En het lijkt mij dat diezelfde Dirk Kuyt nu in het punt van de aanval zal gaan spelen. Michiel Kramer, pak zijn tijd. Applaudisseert naar de mensen aan de kant van het stadion waar de Feyenoord supporters zitten. Bilal Bastasikoglu is zijn vervanger. Die mag 11 minuten meedoen in deze finale. En misschien nog een verlenging. Laten we daar niet van uitgaan met een 2-1 stand voor Feyenoord. En bij Utrecht zijn ze boos over het trage wisselen bij Feyenoord. Maar goed, daar is de winst. Of kramp in zijn linkerkuit of pijn in zijn linkerscheen. Maar hij heeft ergens pijn. Ik kijk even naar herhaling. Van het wel met Letschert. Komt hij nou gewoon verkeerd terecht? Ja, hij verstapt zich. Hij verstapt zich. Ja, het zou wel een enorme aderlating zijn. Ja. Als Kuit gewisseld moet worden. Je moet er niet aan denken dat dat gebeurt. En we nog moeten gaan verlengen of misschien een strafschop. Hij moet gewisseld worden. Fred Zwang gebaar dat er gewisseld moet worden. Kuit zelf lijkt nog te twijfelen. Op de tribune zit zijn vrouw met de drie zoontjes. Dat gebaar zien we nu. Die wissel. Er moet een brancard bij komen. Bij Utrechtse Van der Marel laat hem in hemelsnaam lopend naar de kant gaan. Niet met een brancard gaat het allemaal nog langer duren. Maar die brancard komt toch het veld in. Maar Kuit staat. Kuit lijkt me niet het type dat er met een brancard af moet. Maar dat moet wel. Dan moet Feyenoord die zegen maar veiligstellen in 90 minuten. Dat klinkt makkelijker dan het is natuurlijk. Want bij een verlenging, ja, dan is Kuit echt van grote waarde. Kuit moet eraf. Gaat zitten op een brancard en luister naar de ovatie voor een volksheld. De man die erbij was in 2003. Toen won met Utrecht van Feyenoord. Gaat er nu af in de slotfase met zijn Feyenoord tegen hetzelfde Utrecht. Luister even. Kuit wordt op de brancard gelegd en dan gaan de medische mensen, als die dan vastzit, gaan ze hem van het veld afdragen. En volgens mij is zijn vervanger inderdaad Miguel Nelom, die staat klaar.
Ja, dan lijkt Feyenoord hem echt over de streep te willen trekken. Wil Feyenoord hem verdedigend uit gaan spelen, deze wedstrijd? Dan is El Amadi de aanvoerder. We hebben de plaats met Nico Leon. Feyenoord met twee aanvallers gaan ze spelen. Elia en Bilal met hun snelheid proberen ze dan misschien maar toe te slaan op de counter met Utrecht. Dat natuurlijk nog volop gaat komen. Parasieten oppassen! Parasieten pompt de bal hoog in richting Joosten, maar die bal is veel te hard. Komt bij Vermeer terecht. Die houdt hem nog binnen bij de achterlijn, zodat hij wat tijd kan smokkelen misschien door die bal pas op te rapen. Als het Lijon is die hem even komt lastigvallen. Half minuutje nog voordat we de blessuretijd ingaan. Vermeer trapt hem. Het is spannend hoor. Het is weer spannend. Het was het hele seizoen spannend bij Feyenoord. En die spanning vergoedt veel. Komt het goed? Loopt het goed af? Blijft het 2-1? Utrecht heeft alweer de bal nadat Vermeer hem naar voren trapte. Lijon geeft hem een keer voor. Van de rechterkant. Boymans neemt hem aan. Congolo met de overtreding. Nee, niet. Kuipers wuift het weg. Feyenoord verdedigt uit, maar is de bal wel weer kwijt. Ja, Utrecht met een aanvaller. Nee, allemaal. Die komt goed voor de tegenstander. Dan Bilal op links naar Vilena. Hier kan de beslissende counter komen. Vilena, de blessuretijd gaan we nu in. We gaan door. 4-5 minuten. Ik heb het goed. Daar is Vilena met de man en Elia. De man van het veen. Elia door de benen bij een tegenstander. Nee! Het is geen ja, maar het is nee! Elia met een makkelijkere kans dan bij de twee. Hij schuift ervoor langs. Wat is dit nu, joh? Wat een kans voor Elia. Wat een kans om Feyenoord naar 3-1 te schieten. Ongelooflijk. Nu Utrecht met een hoge bal naar voren. Daar wordt hij weer weggekopt door Pottegien gelukkig. Maar over de zijlijn of houdt Elian binnen? Houdt hem binnen. Vilena dan nog een keer 5 minuten blessuretijd. Die 5 minuten lopen alweer een tijdje. Oglu, 3 Feyenoorders tegen 1 speler van Utrecht. Die houdt de bal om. En Utrecht blijft aan de bal. Utrecht leeft nog. Oh. Hoge bal naar voren. Dan moet Van Beek verdedigen. Van Beek en Haller en Karstorp die de bal terugkomt naar Vermeer. Prima gedaan. Nog 1,5 minuut in deze finale. Nog 1,5 minuut en Feyenoord heeft de bal. Dit mag niet fout gaan. Op de bank zien we ze staan. Ook Kramer staat daar. Van Bronckhorst staat daar. De verre trap van Vermeer naar Bilal. Staat hij buitenspel of niet? Hij staat geen buitenspel. Bilal op de rand van het 16 meter gebied. Kom op jongen. Nog 1 keer een lekkere truc. Leg de bal terug op Elia. Oh, die glijdt bijna uit. Elia blijft aan de bal. Elia met de opening op links bij Nelom. Nelom dan met de bal nog een dikke minuut. Nelom punt van het 16 meter gebied naar Vilena. Tony Vilena probeert hem niet terug te geven weer op Nelom. Hij gaat zelf lopen met de bal. Raakt hem bijna kwijt. Raakt hem helemaal kwijt. Nu ook Nelom kan hem niet bij zich houden. De vrije trap geeft hij ook nog weg. En die bal wordt in 1 keer weer snel ingepompt van de kant van Utrecht. Boymans dan. Kan hij hem aannemen? Nee, Congolo werkt hem weg met de knie. Wordt hij weer opnieuw ingebracht. Boymans nog een keer. Boymans legt hem nog af. Joosten met het schot. Bal geblokt. Buitenspel. Oh, gelukkig maar. Het is gedaan, Dennis. Het is gedaan. Het moet klaar zijn nu. Op een seconde of 40. Het mag niet meer fout gaan nu. Bij Utrecht gaan de kopjes al naar beneden. Is er ontzetting en Kuit staat daar voor de dugout. De man die terugkwam om kampioen te worden. De man die terugkwam voor een kampioenschap. Moeten zijn ploeggenoten aan. Gaat het gebeuren, Dennis? Pakken ook wij een prijs. Het gaat niet om ons, het gaat om die ploeg. Om al die mensen die van deze club houden. Voor al die mensen die voor deze club leven. Gaan die janken van geluk over een aantal seconden. Daar is Vermeer met de bal naar voren. Een hele verre bal. Al die vlaggen de lucht in. Dan kopt Bilal de bal naar zichzelf. Bilal en Letchert. Rechts van het 16 meter gebied. Hij raakt hem kwijt. Wat is dit nu, Bilal? Waarom doe je dit? Nog 10 seconden. Utrecht met de bal op de eigen helft. Een trap naar voren. En kijk! Yeah! Het op! Kuipers sluit! Yes! Feyenoord pakt de KNVB-beker in het seizoen 2015-2016. En die Kuip jankt van geluk. Kijk om je heen, Dennis. Voel dat kippenvel. Ook al is het koud, ook al is het fris. Voel dat feestje. Voel die teleurstelling bij de mensen van Utrecht. Zie Ten Hag staan. Zie Van Bronckhorst. Bekritiseerd. Verketterd in de fase dat het slecht ging. Bij Feyenoord pakt een prijs. Eindelijk. Voor het eerst in 8 jaar. Iedereen komt dan ook het veld en die Kuip trilt nu al. Die Kuip schudt nu al heen en weer omdat iedereen gaat springen. De reservespelers het veld in. De basisspelers natuurlijk. Kramer en Kuip geblesseerd, gewisseld. Nu weer zo fit als een hoentje om dit feest met het legioen te gaan vieren. Die spelers natuurlijk richting de eigen fanatieke aanhang. Om dat feestje te vieren in de Kuip. Waar mensen niet verwend zijn. Waar de crisis structureel is. Waar succes incidenteel is. De beker wordt gepakken. Teleurstelling bij Utrecht. De beker wordt gepakt, moet ik goed Nederlands zeggen. En al die vlaggen in de lucht. Voor een feestje dat ze weer gaan niet kent, Dennis. Ja, het gaat laat worden vanavond. Het wordt een latertje. Ook op het Stadhuisplein moet het een mooi feest worden. Morgen de huldiging op de Coolsingel. Maar eerst
het feest hier in het stadion in. Want alles wordt in gereedheid gebracht. Met de badjassenceremonie en uiteindelijk die beker die straks door captain Dirk Kuyt de lucht in gedouwd wordt. En dan gaat er een explosie van vreugde plaatsvinden in het stadion waar iedereen nu al ontiegelijk blij is natuurlijk. We zien de groen-witte vlaggen, de rood-witte vlaggen, we zien mensen springen, we zien mensen met sjaals boven hun hoofd draaien. En het moet een lang en memorabel en prachtig feestje worden. 8 jaar geleden won Feyenoord voor het laatste prijs, mensen. 2008, dat is verdomd lang geleden. En 2016 eindelijk weer is een succes voor Feyenoord. Luister maar gewoon even naar de Kuyt. Luister naar de ontlading. En misschien hoort je op de achtergrond ook wel de enorme teleurstelling bij de mensen van Utrecht. Een prachtige club. Ook een volksclub, want die mensen gunnen succes. Maar vandaag is het succes voor Feyenoord. Daar gaan die spelers hand in hand naar die fanatieke aanhang. De bekende gebaren die er normaal zijn na een overwinning. Die zijn er nu. Bij die spelers van Feyenoord. Wat een overwinning. Wat een belangrijke overwinning. In deze bekerfinale. In een seizoen waarin de eerste helft van de competitie goed was. Toen die hele slechte fase na de winterstop. En nu de ontlading na de zege tegen Utrecht. Het podium wordt in gereedheid gebracht. Het gigantische spandoek dat er voor deze wedstrijd was. Niet zo groot als bij Feyenoord Ajax. Hè? Ook in dit bekertoernooi. Dat prachtige spandoek wat we nooit meer zullen vergeten. Nu een grote witte banner met Feyenoord Cupfighters. En dat zijn ze. En een nieuw record ook, hè, voor Feyenoord in dit bekertoernooi. Laten we dat niet vergeten. Want de weg naar deze finale was niet makkelijk. Hè? Alleen maar eredivisieploegen. Nog nooit gebeurde het dat om die beker te winnen iemand een club 6 eredivisieploegen moest uitschakelen. Maar Feyenoord flikt het dit jaar nou. Dan zeg je dit, dan ben je verdomd een terechte kampioen. Het moet een nuchtere man zijn. Maar ook hij zal koken van geluk. Althans, de emoties koken in zijn lichaam. Wim Jansen langs de kant van het veld. Een man die met Feyenoord veel grotere prijzen won. Een man die nu naar het Best van Oostveen staat van de KNVB. Om straks die beker te overhandigen aan Feyenoord. Dat podium wordt gebouwd. Dat moet allemaal in record tempo. Een pitstop in de Formule 1 is er niet bij. En de spelers van Feyenoord pakken de beker. Wat een geluk bij heel veel mensen om ons heen. Wat een geluk, wat een ontlading. Wat een mooie emoties. Er hangt ook zoveel vanaf van deze middag, van deze overwinning. Dit bepaalt zoveel voor deze club. Kuyt zei het nog toen ik hem 2 dagen geleden sprak bij de voorbeschouwing. Deze overwinning, het winnen van een prijs, het kan zorgen voor een kentering. Het kan zorgen dat het mooie jaren weer gaan worden. Voor een omslag binnen heel deze club. Groepsfase Europa League. Het heeft met geld te maken. Het heeft met posities van mensen binnen de club te maken. Als het vandaag was misgegaan. De ontlading is natuurlijk immens bij iedereen. Ja, bij die spelers voorop. Die staan er te dansen op het veld. Te springen op de beats. Ik zie Bilal daar met een sjaal die hij vanuit het publiek heeft gekregen. Waarmee hij aan het slingeren is. Vermeer doet daar een dansje. Volgens mij is het Tony Villena die een gek petje of zo heeft opgezet. Ja, we gaan vast nog wel wat hele gekke taferelen zien. En natuurlijk morgen die huldiging op de Coolsingel live te zien op radio en TV Rijnmond. Want je kunt me horen op de radio, maar zien op TV Rijnmond. We zijn erbij morgen op de Coolsingel. Vanaf 10:30 gaan we uitzenden. Maar eerst gaan we beschrijven wat we zien. Tal van spelers op het veld. Die van Utrecht, die denkt een gedeelte van die spelers. De meeste al binnen zitten. Bednarek nog wel met een ronde langs de eigen aanhang. Dat snap ik wel, maar wat zal die keeper ongelooflijk balen. Ongelooflijk balen van het feit dat hij in de fout ging bij die 2-1 van Aljo Elia. Ja, om het nog een keertje even op te roepen. Die prima actie van Elia rent van de Marel eruit. Puur op snelheid. Waarom gebruikt Feyenoord die snelheid van Elia niet vaker? We hebben het dit seizoen bijna elke wedstrijd geroepen. Nu werd hij een keer gebruikt op snelheid. Rent hij van de Marel eruit. Schiet hij de bal bij de korthoek op de paal. En via de kont van Bednarek gaat hij erin. Dat is het beslissende doelpunt. Door die 2-1 wint Feyenoord de beker. Alles wordt in gereedheid gebracht. Om straks die beker ook te tonen. De lucht te gooien. Voor de captain van Feyenoord, Dirk Kuyt.